Goedemorgen allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En het is vandaag maandag, dus een nieuwe weekvlog. Voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. En zo hoef je nooit meer een video van mij te missen. Ik ben nu bij Stan. Ik heb hier namelijk geslapen vannacht. Zometeen moeten we stoelen gaan ophalen. Gaan we met een bus stoelen ophalen, want dat hebben zijn ouders gekocht. Dus dat gaan we ophalen. We zijn nu even aan het ontbijt. Het is 10 uur. Ik denk dat we rond, ja, het is half elf en half weg gaan. Ja. Dus ja, that's my day. En we hebben nu even lekker ontbijt. Oké, nou, we zitten nu in de bus. Die hebben we net opgehaald. En nu zijn we op weg naar Zoeterwoude. Daar moeten we de stoelen gaan ophalen. Alright, ik ben inmiddels thuis. Ik moet even mijn kamer een beetje opruimen, want alles van het weekendje staat er nog. En het is een beetje een zooi, dus dat ga ik doen. Ik moet even een paar dingen dus filmen voor een promotie. En dat online zetten. En verder weet ik niet zo goed. Oh, ik ga vanavond even naar mijn oma en even naar de zonnebank daar. Verder niet heel veel doen, denk ik. Misschien weekvlog editen. Oké, het is inmiddels 4:15. Ik heb het echt fucking koud. Ik lag heel de tijd in bed. En als je in bed gaat, heb je het altijd zo koud. Alleen ik ga nu een recept koken van HelloFresh. Ik heb hierbij mijn pocket warmer die ik in de vorige weekvlog heb laten zien. Dus kan ik ondertussen lekker mijn telefoon opladen, want die was bijna leeg. En dan kan ik gewoon lekker op mijn telefoon zitten terwijl ik aan het koken ben. En ik heb lekker dit ding en het is zo lekker warm. Oh, dit heeft echt mijn leven. Ik heb ook een kortingscode op Sarah15. Als je het opstaat, link staat sowieso in de beschrijving. Ik ga hier lekker koken. Ik ga dit maken. HelloFresh is trouwens niet gesponsord. Dit hebben wij echt al heel vroeg. We hebben dit echt, denk ik, bijna 1,5 jaar gehad. Toen waren we eigenlijk van de zomer een tijdje mee gestopt. Want in de zomer heb je heel vaak andere dingen wat je doet. Maar nu zijn we er mee begonnen. En ik ga deze van HelloFresh maken. Plat taart met pompoen en geitenkaas, rucola en zonnebloempitten. Super lekker lijkt me dit. Ik ga lekker koken. Helemaal dood van de kou. Ik ga snel bezig zijn, want ik krijg het vast wel warm. Dus ik ga gewoon denk ik even een timelapse maken dat ik aan het koken ben. Het is inmiddels avond. Ik ga nu even snel naar mijn oma toe. Dan ga ik hier onder de zonnebank en een gezellig koffietje doen. Ik heb ook dit spul gevonden. En dan word je zo bruin over de zonnebank. Zo. Ik hoop dat het werkt, want ik ben echt een white ass bitch. Dus, oké. En mijn oor is een beetje aan het ontsteken. Auw. Oké, ik ben weer terug van mijn oma. Het was even gezellig om haar te zien, even te spreken. En even een zonnebank gepakt. Bij mijn hoofd zie je wel een beetje verschil. En bij mijn lichaam zag ik wel echt heel veel verschil. Maar ik moet even nog 2-3 keer gaan en dan zie je het echt goed. Oké, het is inmiddels 12 uur zo. Bijna 11:45. Ik wil eigenlijk weekvlog gaan editen en dan kreeg ik opeens helemaal de ingeving om op te ruimen. Ik weet niet wat het is, maar ik heb de laatste tijd zo'n opruimdrang.
Wat betekent dit, jongens? Wat betekent dit? Is het een bepaalde betekenis in je leven? Ik heb namelijk jaren gewoon niet aan kasten gezeten. Bijvoorbeeld dit. Deze mand. Ik denk dat hier wel 5 jaar lang dezelfde meuk in lag. En ik heb het helemaal opgeruimd. Alleen de belangrijke dingen erin gedaan. Dus what the fuck. En dat heb ik pas dus ook helemaal met dit gehad. En met die kast. En ik heb helemaal opruimdrang. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik vind het wel heel chill. En het voelt echt een soort mission accomplished. Van yeah, ik heb echt voldoening. Voldoening. Dat wordt toch denk ik gehaald uit dit. En weet je wat ik dus gewoon kut vind? Op beeld lijk ik nu gewoon echt een wit spook. Terwijl dat ben ik echt niet. Dit is nog steeds in de buurt. Dit echt ben ik veel bruiner. Stupid. Oké, maar ik ga wel slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Good morning. Ik ben als always weer te laat. Ik heb vandaag de opening van mijn minor. En ik dacht dat het om 11 uur was. En ik check net voor de zekerheid e-mail. En het was om 10 uur. En het is nu kort voor 10. En ik wil er natuurlijk gewoon mooi uitzien. Ik denk, ik ga lekker flieken. Want iedereen gaat je voor het eerst zien. Dus dan wil je er gewoon helemaal uitzien. Ik word er niet goed van. Maar het was eerst echt om 11 uur. Maar gisteren was er een mail gestuurd met kleine aanpassingen. Dus ik denk, nou, die kleine aanpassingen, dat zal me meevallen. Maar dan doen ze dat letterlijk zelfs. Want dat is van het hele rooster. Maar voor de aankomende half jaar. Dus ik denk, kleine aanpassing. Het gaat echt niet over de introductiedag. Dit is zo op. Echt helemaal kut. Dus, ik hoop dat ik het een beetje haal. En dit is, foundation is helemaal op. Dat is zo irritant. En de batterij van deze camera is ook alweer bijna op. Dus, weet je, het gaat allemaal weer helemaal goed. Hashtag no. Not. Oké, ik heb hem opgemaakt. Ik heb het net al gered. En ik heb nu les. Het is inmiddels 2:30. Het is echt super langdradig allemaal, maar wel heel interessant en leuk. Ik vind het nu toe heel leuk. Het gaat heel erg over samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. Dus dat vind ik echt heel leuk. Ik heb even snel een lunch gemaakt met ei, ham, kaas. En zo meteen gaan we weer verder. Oh my god, guys. Het is inmiddels 3:00. En het duurt zo lang. Ik heb echt helemaal hoofdpijn. Ik ben al sinds 10:00 zit ik hier en ben ik naar dit scherm aan het staren. Het is echt heel leuk hoor, want we hebben echt een kennismaking. Maar we hebben letterlijk een voorstelrondje van iedereen gedaan en dat duurde gewoon 3:00. Dus het is allemaal een beetje lang. Maar ja, het is wel leuk. Dus ik denk dat ik even weer in de les verder moet. Oké, het is inmiddels avond. Ik weet eigenlijk niet de laatste keer dat ik gevlogd heb. Maar ik ga even in bad. Het is 9:00. En wat ik even doe, is mijn haar in laten trekken. Eigenlijk met een zilver shampoo. Hierdoor wordt mijn haar gewoon even weer wat grijziger. Want ja, als je blondeert, dan wordt het best wel snel gelig. Vooral als je ook best wel bruin haar hebt. Even kijken. Zo. Dit is mijn echte haarkleur. Dat is dus heel donker. En hier heb ik het vooral heel licht. Ik gebruik deze zilver shampoo van Vanola. Het is echt mijn all-time favorite. De No Yellow Vanola shampoo. Wat ik doe, is ik borstel mijn haar een heel klein beetje nat. En dan doe ik de zilver shampoo in. Dus ik ga het even laten zien versneld. Volgens mij zie je dus die zonnebank van gisteren echt best wel goed. Super chill. Ik ga trouwens zo meteen ook mijn make-up eraf halen hoor. Dit wordt altijd echt zo unkliederboel. Dat is echt niet normaal. Zo irritant. Ik probeer een make-up te uploaden. Maar het wil echt niet meewerken. Ik denk dat ik mijn haar even in de helft verdeel zo.
Oké, nu ga ik de bovenkant doen. Oké, mijn hele haar is nu paars. Tadaa. En nu ga ik dit erin laten trekken. Ik ga dit allemaal even schoonmaken en dan ga ik lekker in bad. En ik denk... Oh my god, zit hier allemaal. Ik denk dat ik het ongeveer een half uur laat intrekken ongeveer. Ik kan hier ook mijn camera niet uitzetten. Het is allemaal weer helemaal uit om. I fucked it up. Ik heb er... Ik was zeer aan het kijken, ik heb het er lang in gelaten. Dus nu zijn hier plukken paars. En ik moet morgen een video filmen. Waarom ben ik zo nog echt? Oh, waarom is zo'n gol? Het zijn vooral bij die voorpluk hier beneden is het niet echt. Ik ga denk morgen gewoon nog één keer mijn haar wassen. Hopelijk dat het eruit gaat. Ik haat dit. Godver. Maar ik ben in ieder geval een week voor gaan het editen. Ik kan hem helemaal afgeëditen en geüpload. En toen kwam ik kort teruggetrokken. Dus hier was vergeten. Het erin te zetten. Wat je niet mag vergeten. Dus. New morning. Het is vandaag woensdag. En mijn haar is paars. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet werken. En ik moet een video opnemen. Never again. Ik heb het ook volgens mij echt een uur ingelaten. Het is echt heel paars. Misschien moet ik het krullen. Misschien zie je het dan minder. I will try everything I can do. Ik heb in ieder geval 2 video's afgeëdit. Super goed. En ja, ik loop helemaal op schema. Ik ga zo meteen de sushi mukbang filmen. Dus ik wil eerst nog wat eten. Ik heb lekker appeltje met pindakaas gemaakt. We zijn net daar met de video filmen. Heerlijk sushi gegeten, die staat online. Wanneer dan? Zondag. Oh, nee. Allemaal, het is vandaag donderdagochtend. Ik ben wakker geworden bij Stan. Het is inmiddels al 2 uur of zo. We hebben echt de hele ochtend serie gekeken. We zijn samen Mokra Mafia aan het kijken. Ik heb seizoen 1 en 2 al gezien, maar ik kijk gewoon opnieuw. Want seizoen 3 is nu uit en die gaan we eens 2 kijken. Ik heb nog wat sushi van gisteren over, dus dat hebben we nu. En we hebben een lekker broodje erbij gemaakt. Dus dat gaan we nu lekker opeten en dan gaan we lekker verder Mokra Mafia kijken. Trouwens, ik ga mijn telefoon aanzetten. En vanmiddag moet ik werken. Cute. Right, het is inmiddels 4:30. Ik ga nu naar mijn werk. Sam brengt me eventjes. En dan na werk komt hij me weer ophalen. En dan gaan we er even naar mee. Dan ga ik wel even thuis eten. We hebben letterlijk niks gedaan. We hebben Mokra Mafia gekeken en een beetje gegeten. Maar daar blijft ook wel bij. Ja, wat kan je doen? Je kan gewoon letterlijk niks doen. En anders ga je alleen maar weer slecht zitten vreten. Dus we hebben gewoon normaal gegeten. Dus dat is top. Oh ja, wat trouwens een beetje sushi op van gisteren wat er nog over was. Maar ik moet wel met Isabel samenwerken, zo gezellig. Dus ik krijg ook trouwens altijd de vraag waar ik werk. En heel vaak behandel ik het nog in mijn vlog. Maar altijd krijg ik de vraag waar werk je. En weet ik het allemaal. Maar ik werk dus als bezorger bij de apotheek. Dat is bij mij hier in de regio. Ik krijg ook heel vaak de vraag hoe kom je bij deze baan. Maar volgens mij is dat echt alleen hier in de regio dat we dat bezorgen. Omdat wij bij allemaal dorpen wonen en zo. En ja, dus... Ik weet niet hoe dat geregeld is bij andere dingen. En ik kom er door Isabel. En Isabel komt er weer omdat ze iemand kende die daar werkte. Linkdek, toch? Nee, daar. Oh! Ja. Nee, dan links. Ja. Dat is afgesloten. Ja. Dus ja, dat is mijn werk. Ik moet het echt super vaak herhalen. Maar ja, niet iedereen kijkt natuurlijk elke vlog. Dus dan weten jullie dat. Oké, guys. Het is inmiddels avond. Ik heb net snel gegeten thuis. Want ja, ik moet natuurlijk weer voor 9 uur bij het Stanshuis in de brug naar Stam. En ja, ik heb zo hard gewerkt. Ik ben echt helemaal dood. Want ja, ik moest natuurlijk gewoon weer op tijd bij Stan zijn. Dus ik moet helemaal lukken rennen en zweten. Gadverdamme. Maar ja, we zijn nu onderweg naar hem. Morgen moet ik wel even een video editen nog. En verder, ik heb echt geen idee. Ik ben helemaal niet scherp. Ik ga nog wel een paar leuke dingen doen. Ja, maar wat? Geen idee.
morning. Het is vandaag vrijdag. We gaan nu sporten. Ik heb mijn sportoutfit aan en ga nu even sporten. En vanmiddag gaan we naar mei. En het schijnt dus dit weekend keihard te gaan sneeuwen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hey, het is inmiddels wat later. Ik heb gesport. Ik heb gedoucht. Ik heb me een beetje opgemaakt. Stan is nog aan het sporten, want hij sport altijd echt heel erg lang. Maar ik ga nu even video editen. Ik ben met Isabel en Po. En ja, we zijn Mokka Mafia aan het kijken. Ik denk dat we dat zo even lekker verder gaan kijken. En nog even wat vanmiddag eten. En dan gaan we in de middag naar mij. Right, het is 5:50. We zijn nu thuis. Stan en ik gingen net even mijn scooter testen. Want ik heb hem dus opgevoerd. Hij gaat nu rond 45, 48 zoiets. Want hij ging eerst 35 en ik wilde hem heel veel opvoeren. Maar elke keer ja, vergat ik het weer en kwam het er niet van. Dus eindelijk is hij opgevoerd. Want 35 is gewoon echt te langzaam. 45 is wel hard. Maar ik vind het echt chill. Ja, sorry. Ik vind het gewoon zo chill. Wij gaan nu kijken. Waar ligt dat? Hier denk ik. Wij gaan nu een HelloFresh maken. Even kijken welke. Ik denk dat we deze gaan maken. Naampizza met runder, merquez en ricotta. Pittige courgette salade en verse munt. Ja. Ziet er best wel lekker uit. Een soort naambroodpizza wordt het. Heel erg benieuwd. Dit is lekker snel klaar. Staat er 25 minuten. En er zit een salade bij. Nou, super lekker. Die gaan Stan nu even koken. Stan is, ik weet echt niet waar dit is. Ben boven of zo. Ik kreeg nog eens een comment van. Ja, je wilt wel je vriend show op je Insta, maar niet op je vlog en zo. Dit dat. Maar ik show hem niet echt op mijn Insta. Ik bedoel, ik heb wel een leuke foto met hem. Dat vind ik gewoon leuk. Maar ik bedenk zoveel stelletjes die delen een foto of een story van hun vriend. Maar echt een vlogcamera in je neus, dat, daar is hij gewoon nog niet zo van. En hij is helemaal niet echt van de camera en zo. Hij voelt zich daar niet echt heel chill bij. Dus ik ga niet altijd die camera in zijn gezicht houden. Dat komt misschien vanzelf wel. Ik zie het wel. Weet je, het is gewoon ook mijn ding dit. Weet je, en als hij daar niet heel veel behoefte aan heeft, dan accepteer ik dat gewoon. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dus ik vond het wel een beetje een comment dat ik dacht van, hoe bedoel je, helemaal op mijn Insta showen en ja, in mijn vlog, dat is toch wel anders. Ik bedoel, of je een leuke foto plaatst of dat ik constant met een camera in je gezicht zit. Maar in ieder geval, vanavond kom je iets wel een booggezellig hier een drankje doen. Dus we hebben net even wat wijntjes gehaald. En een beetje vodka, helemaal leuk en lekker. Dus ja. Morning, het is vandaag zaterdag. Het is inmiddels al 2:30. Gisteren was echt super gezellig. We hebben Isabel en Bo hier. En lekker gedronken en spelletjes gedaan en zo. Was echt vet leuk. Nu gaan Stan en ik even een rondje lopen. En daarna halen we Isabel op. En dan gaan we even naar Bo naar de werk. Hier bij het restaurant. En ze hebben een soort takeaway iets. Dus gaan we daar even kijken. Een soort poffertjeskraam staat er. En chocomel en zo kun je halen. Dus wel leuk. Ja, en ik zou eigenlijk vanavond naar Samantha gaan. Voor mensen die me heel lang kijken, die weet ik daar nog wel van stage. Maar omdat er zo'n sneeuwstorm komt en ze echt code oranje geven, lijkt me niet heel handig om in dat weer ja, de auto gaan rijden. Want dan kom ik morgen ook niet meer thuis. Dus ja, ik moet nog even kijken wat ik precies vanavond ga doen. Zo, we zijn bij Bo de werk en we hebben lekker frietjes. Bo is lekker aan het werken. Hey, ik wil ook even wat eten. Ja. We hebben friet en een fucking goede burger. Laat die burger eens zien. Dat is echt niet normaal. Er zit echt alles op. Lekker man. Oké, jongens. Ik ben nu even live aan het gaan. Maar wij gaan nu naar buiten in de sneeuw. Want het sneeuwt dus heel hard. Het is echt gewoon. Oh my lord. Moet ik even een huissleutel meenemen? Ja. Het is echt veel sneeuw al. Wij gaan even naar buiten, ja. Morning! Good morning! Nou, heb je mij ook gezien. Oké, we zijn nu in de auto. Het is niet normaal Winter Wonderland. Het sneeuwt keihard. Maar wij nu gaan nu even een rondje rijden. Even kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja. Misschien een beetje slippen op een parkeerterreintje of zo. Ja, even kijken. Mooi hoor. Gisteren, ja, we hebben een beetje spelletjes gedaan. Een beetje wijntjes gedaan. Echt niet bijzonder. Maar ja, het was wel gezellig, joh. Ja, was wel leuk. Wow, ik schrok me dood.
En rijdt het anders? Nee. Oh, dat is mijn bril. Is het ook? Ja, heel hard. En dan door de bocht. Oh my god. Ik ga gewoon een hele scherpe bocht maken. Denk ik. Ja. Oh. Dat is niet goed voor mijn bank hoor. Nee. Doe jij dit? Guys, het is inmiddels 4 uur. Het is gelukt om de video online te zetten. Yes, Sushi McBang, Isabel en Bo. Het is zo aan het sneeuwen. Het is echt niet normaal. Ik ga deze raam open doen. Oh my lord. Ik moet zo meteen naar stand. Oh my god, ik ga dit dicht doen. Ik moet zo meteen dus naar stand rijden. Ik ga me heel veel omkleden en zo. Ja. Door de sneeuw, dus ik ga... veel hoe het gaat. Ik hoop dat het een beetje goed gaat. Ik heb deze week volgens mij vet weinig weekvlogd. Maar ik heb ook gewoon niks gedaan. Gewoon niks. Dus ik hoop dat het alsnog een beetje een leuke weekvlog is. Maar ik zie het wel. Die bloemen zijn nu echt zo cute. Oh, oh my god, het is zo koud! Ik ga nu rijden. Oh, maar ik ben zo benieuwd. Het is zo koud. Mijn handen. Dood, ik zweer het. Oh my god. Ik moet dit even afschuiven. Kut, kom ik hier wel uit, joh. Ik weet ook helemaal niet of er winterban op deze auto zit. Nou, verkeer is er niet. Dat kan ik je zeggen. Iemand loopt ook gewoon midden op de weg met de kinderwagen. Weet je waarom ook niet? Oh my lord. Oh my lord. Dit is echt een grap. Dit is echt een grap. Ik ga jullie meenemen. Oh no, mijn batterij is bijna leeg. Dit is echt niet normaal. Ik ga heel voorzichtig rijden, guys. Komt goed. Ik ben nu echt aan het rijden en ik rij zo zacht. Dit is echt grappig voor de mensen waar de muts vandaan is. Ik weet het niet, want het is voor mijn moeder. Maar normaal rij je hier gewoon fucking hard en ik rij hier zo zacht nu. Ik ben ook echt de enige op de weg. Ik ben maar zo'n loser. Ik ga trouwens naar Stan. Ik weet niet of ik dat gezegd had. Echt, oh my god, je ziet de weg gewoon niet eens. Ik vind dit gewoon echt wel een soort van eng hoor. Mijn auto wordt ook gewoon niet warm. Er rijdt gewoon niemand. Ik ga stuk. Normaal is dit zo'n drukke weg. Oh lord. Ik had echt verwacht dat hier de weg gewoon normaal zou zijn. Maar dit is echt niet. Dit is echt gewoon een sneeuwstorm. Het is echt niet normaal. Heel ziek. Guys, ik heb het gelukkig overleefd. Ik ben er nu gelukkig. Dus ik ga nu naar binnen lopen. Oké, guys. Het is inmiddels maandagochtend. Oké, en toen viel mijn camera uit. Jezus, wat zie ik eruit, joh. Oh my god. Oké, het is in ieder geval maandag. Gisteren vergeet de vlog af te sluiten. Like fucking always. Oké, ik ga niet schelden. Like always.
Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de week vond leuk. Volgens mij heb ik echt zo weinig gevlogd deze week. I'm so sorry. Ik weet ook echt niet ja, hoe ik dit leuker kan doen. Het is gewoon soms echt saai weken met corona. En ja, je kan gewoon echt gewoon niks doen. Ik kan het ook niet leuker maken als dat dat is. Dus dit is het. Dit was het. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je de video toch leuk vond, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te geven. Dan kan ik toch zien dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren natuurlijk. En me te supporten. Ja. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.